Welkom mensen van de Multistream Team bij een nieuwe episode van Rome Total War Hot Seat Campaign samen met Matthias. Hij zit bij mij in de call, maar jullie kunnen hem waarschijnlijk niet horen, maar moesten jullie hem horen, zeg hallo Matthias. Oké, ça va. Yes! Ja, we zijn hier bezig. Matthias heeft hier zijn gesta veroverd. Jee, joepie. En is al geupgraded precies, hij is goed bezig. Zijn diplomaat heeft niet bewogen, dus... Weeg je diplomaat, Matthias. Ik bedoel, je moet trade rights met zoveel mogelijk factions zien te regelen. Anders ga je snel in de min komen. Anyway, Rome heeft een diplomaat. Dat is iemand waar je vrede mee kan sluiten. En het leukste ervan is omkopen. Aha. Ja, dus we zullen ook eens kijken hoe de Skippy het heeft gedaan. Bij Capua zijn ze precies nog even slecht bezig. Maar... Ze zijn Syracuse aan het besiegen met hun Quintus Catalystus. Ja, dus de Grieken hebben al oorlog met de Romeinen. Allee, voor mij niet, dat boeit mij elke keer een zak. Met de Grieken, denk ik, ja. Ik ben ook al enemies met de Grieken. Matthias toch niet. Hoe ben ik enemies met de Grieken? Laat maar. Oké, dus ik ga mijn... Dorpjes eens kijken. Hier staat nog altijd iemand aan het bouwen. Waarom staat deze op auto-manage? Hier ben ik al iets aan het bouwen. Hier ook. Fuck die auto-manage. Dat heb ik helemaal niet nodig. Zit op very high techs. Deze op high techs is goed. Oké, blijkbaar bij deze hot seat doen ze de automaten op auto-manage. Stop ermee. Echt stop ermee. Ik beslis of ik hoge taxen wil hebben of nee. Oké, Apollonia, doen wij hier een wooden palisade. Oké, dus jullie kunnen Matthias ook horen, dat is goed. Zeg nog eens hallo Matthias. Oké, dus Matthias, je doet het heel goed op je campagne. Je hebt al het eerste dorpje veroverd. Wat ik nu ga doen... Ah, wow. Ik ben aan het zoeken. Hier is mijn agent. Die gaat spioneren in Termon. Hier is niet zoveel... Ja, sorry, hè. Ja, oké. Okay. Hier is ook een Cretan Arches. Dat is echt... Oké. Okay. Diplomaat. Hier is een... Diplomaat van de Macedon. Zullen we eens kijken. Trade rights, map information. Altijd welkom. We zullen eerst trade rights vragen. En we gaan er natuurlijk een beetje geld voor vragen. Elk geld is welkom voor 500. Ja, ja. Ah, zo willen ze spelen. Oké, ze willen gewoon geen geld geven. Ze willen gewoon dat ik hen geld geef. Oké, dan zijn het gewoon trade rights. Perfect. We zijn het over eens. Map information? Nee, wat? Nee. Alle twee map information is altijd goed. Mannen, ik ben degene die geld aan jullie moeten vragen, niet. Gewoon map information. Is het zo moeilijk? Oké, echt. Okay. Ja, die doen altijd moeilijk. Oké. Okay. Map information accept or we will attack. Haha, huh? Your empty threats, do not worry us, we will take our chances. Oké, als jullie het zo willen. Empty threats? Oké, is goed. Jullie denken dat ik empty threats heb? Oké, sorry. Welk? Nee. Yes. Bla 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 bla. Oké, we zullen verder gaan naar Trace, die zijn hier ergens. Of we gaan ze bit gewoon nog eens onderhandelen met de Macedoniërs, want die doen altijd zo moeilijk. Oké, hier kan ik enkel business maken. Hier heb ik de nood om mannen te maken of niet? Hier is Militia Barracks. Hier is ook Militia Barracks. Op zich is het niet echt nodig om mijn staat hier meer te maken. Ik heb er genoeg nu. Deze leger dat ik nu heb, kan ik gemakkelijk Termon veroveren en daarna direct overgaan naar Sparta. Als ik goed speel. Dus wat gaan we doen? Ready to sail.
We gaan mijn boot naar Apollonia zetten. En we gaan onze goede vriend Emulius Ginerumbus zeilen in de boot. En we gaan richting Thermon. Hoe groot is mijn army? Mijn army is wel redelijk groot met een faction hier, dat is goed. Dat is heel goed zelfs. En voor de rest is hier niet echt iets te doen. Oké. Dat was bij deze mijn turn. Niet gevochten, maar wel veel diplomatisch gespeeld. Macedoniërs doen moeilijk. De Greeks hebben oorlog met mij. Oké, ça va. We zullen met ze delen, hè. Volgende turn. Dit gevecht van Thermon. In de hoop dat mijn spy de gates open krijgt. Dat zou wel heel leuk zijn. 40% kans. We gaan relyen op die 40%. Maar anyway guys, ik hoop dat jullie van deze episode hebben genoten. En als jullie het hebben gedaan, leave a like. En geef ook een like aan Matthias. Matthias! Oké. Zijn link staat in de beschrijving. En ja, peace out.